we zijn vandaag bij Hutting Lelies in Lemelenveld met Sjaak. We hebben van het voorjaar natuurlijk bij elkaar gezeten en een plan voor aanpak gemaakt. Nou, in het introductiefilmpje van Sjaak zie ik een aantal toepassingen terugkomen. En vandaag gaan wij evalueren van wat er per toepassing bereikt is. Beginnen we denk ik even met de toepassing variabel fungicide in bloembollen. Ja. Wat heb je daarmee gedaan en wat is er bereikt? Ja, variabel fungicide hebben we dit jaar nog niet toe kunnen passen. Omdat we eigenlijk eerst willen weten van op een gegeven moment van waar moeten we ons op richten. De meeste gewassen zie je een hoge vegetatie, is een hogere ziektedruk, maar bij de lelies hebben we de indruk dat juist de fijnere maten een hogere ziektedruk hebben. En de apparatuur binnen ons bedrijf is daar niet geschikt voor, want omdat we met heel veel verschillende maten zitten, moeten we eigenlijk in de breedte wel kunnen variëren in de dosering. En een ander probleem wat erbij komt is dat we eigenlijk de bespuiting in de lelies willen concentreren op één bespuiting in de week. En de luizenbestrijding is daar ook heel belangrijk in. En als je gaat variëren met je fungicide dosering, zou je dus ook gaan variëren met jouw middelen tegen luizen. En dan kun je juist ongewenste aantastingen krijgen. Dus dat is een toepassing, daar zijn we niet helemaal over uit. Hè? Dus de meest ideale situatie zou kunnen wezen van dat je dan wel een spuit hebt die over de bombreedte kan variëren. En eventueel met middeleninjectie om dan toch de hoeveelheid luisbestrijdingsmiddelen op niveau te kunnen houden. Ja, maar conclusie is eigenlijk, er is nog geen machine beschikbaar die de taakaard voor fungicide of taakaard insecticide kan combineren. Nee, goed. Dan zou je echt met de machine moeten gaan werken met PWM-techniek, zeg maar. Maar op dit moment is dat nog niet echt in de praktijk bruikbaar. Nou, in diverse filmpjes is natuurlijk het beregenen op maat al naar voren gekomen. Kun je kort iets zeggen over wat we dit jaar daarin mee hebben gedaan? Ja, dit jaar zijn we wat later in het seizoen op gang gekomen. Want de apparatuur om de verdeling op maat voor elkaar te maken was niet helemaal beschikbaar. Maar we hebben vanaf de zomer gewerkt met een raindance module. Dus die kan het beregenen binnen de perceelsgrenzen verzorgen. Dus dat je in ieder geval geen overlap hebt naar blendende percelen. De koppak is net eraf beregenen. Ja, op dit moment wordt geëxperimenteerd de geren netjes variabel te maken. En de haspel ook aan te sturen dat die harder of zachter kan oprollen. Zodat we geen dubbele giften meer krijgen. Komend jaar willen we ook gaan kijken om met meerdere bodemfosfensoren op verschillende plekken in de grond te komen tot een verdeelkaart van hoe we de watergift eigenlijk zo over het veld verdeeld kunnen krijgen dat we toch minimale uitspoeling van middelen hebben. Ja. Nou, wat volgens mij aanvullend hier eigenlijk geconstateerd hebben is dat hier met eigenlijk de sectiecontrole, dus dat je netjes binnen de perceelsgrenzen blijft, toch wel 10-20% water bespaard kan worden. En de inschatting is dat in ieder geval voor de lelieteelt, waarbij je eigenlijk €2.500 per hectare gemiddeld beregent, dat je ze wel €250 tot €500 kan besparen. Ja, dat gevoel hebben wij zeker. We zien het ook wel als je gewoon kijkt van als je gewoon absoluut berekent en je geeft hoeveel water, wat heeft een perceel nodig, draait die pomp en die haspel draaien altijd langer. Dan gewenst, maar dat heeft altijd te maken met een stukje overlap, geerpaden, een stukje wat met opstarten en klaar is, over de koppakker heen gaat om toch die voor- en achterkant goed nat te krijgen. Ja, en met name ook wat we wel gerealiseerd hebben, de besparing van obstakels in het veld heeft hij geen last meer van. Dus je kunt je maximale trekken qua breedte en lengte veel beter benutten en het proces op afstand te volgen. En je hoeft minder vaak even in de auto te stappen om toch even de breedte bij te stellen. Ja. Dan hebben we nog de rijplanning en optimalisatie. Dat deed je natuurlijk al met het systeem van Farmworks. Ja. En wij hebben eigenlijk gekeken van zijn er apps beschikbaar die het eventueel beter kunnen. Nou, volgens mij was daar de conclusie van voorlopig houdt nog even bij Farmworks. En wat we gezien hebben is van doordat jij van tevoren, voordat überhaupt het seizoen begint, goed nadenkt over waar ga ik alle werkgangen neerleggen, waar leg ik de spuitbanen neer. Daarbij meenemend dat ik op basis van bodemscans natte plekken al kan identificeren en dus mijn spuitgangen buiten die nette plakken hou.
Dus ja, eigenlijk past je rijplanning en optimalisatie al toe. Nou, we hebben wat programma's bekeken, maar die gaan van nooit zo niet eenvoudig of gemakkelijke bewerking. Dus we houden het voorlopig bij Farmworks. Ja, en de meerwaarde zit dus vooral in door vooraf goed na te denken over de perceelsinrichting. Bespaart dat gewoon een hoop tijd of ongemak in het seizoen. Ja, ja. Dat klopt. Wat hier naast bij speelt, wat je ook aangaf, is er is een zaaimachine van de uien in combinatie met tractor. Was zo aangepast dat die vanaf de koppenakkerlijnen geleidelijk aan optrekt of afremt. En daarmee je een geleidelijke of betere regelmaat van het gewas krijgt. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn van die toepassingen die je kunt met Farmworks redelijk eenvoudig erbij creëren. Kijk, met chaos is voor een standaard perceel wat je gewoon vierkant rondzet best wel goed te doen. Maar wij hebben te maken met heel veel handicaps en dan is Farmworks geeft meer verbetering en diepgang. En daarnaast hebben wij wel de mogelijkheid om dit soort toepassingen met de zaaimachine te verfijnen. Dus wat we feitelijk doen is op een gegeven moment een lijnfietsje geven waar de trekker een signaal krijgt van ik moet op die richting, op die afstand moet ik op de maximale snelheid wezen. Of van die afstand moet ik mijn snelheid terughalen om op een acceptabele manier over de kophaklijn te gaan. Een andere grote toepassing was plaatsspecifiek onkruid bestrijden. Dat was in de aardbeien met de Robovator van Poelsen. Hebben we nog geen harde cijfers van wat het bespaard heeft qua arbeid, dus dat zoeken we nog uit. Maar wat zijn verder nog ontwikkelingen geweest bij het plaatsspecifiek bestrijden van onkruid? Ja, we hebben de kans gehad om een machine van een opdrachtgever ons te gebruiken. We zijn met die machine aan het schoffelen geweest. Normaal werken we met een trekker op GPS voor met een schoffelmachine tussen de rijen door. Met deze machine kan dus echt in de rij het onkruid er tussenuit halen. Daardoor is het hoeveelheid handwerk aanzienlijk verminderd in die periode dat ze de machine konden gebruiken. We kunnen daar wekelijks even snel doorheen gaan. Anders hebben we de complete afstand tussen de plant met de hand te bieden. En nu is het enkel een hele korte zone eromheen. De moeilijkheid met dat soort machines is wel dat jij een chauffeur op de trek moet hebben die gevoel heeft voor die machine. Je loopt elke keer met een iPadje achteraan om constant de parameters bij te schaven. Maar als je dat spelletje begrijpt, dan kun je grote besparingen halen in arbeid. Ja, en je had ook nog iets gedaan met drones om onkruid te detecteren? Ja. We zijn met een bedrijf van boven zijn we bezig geweest om met drones te bekijken van kunnen we bepaalde probleemonkruiden in gewassen detecteren. Die detectie die lukt. Hè. Dus op de foto kunnen we zien van waar zitten de onkruidhaarden. Alleen om daar een taak van te maken om plaatsspecifiek die onkruid te bestrijden, ja, dat komt op dit moment nog niet uit. Het vergt veel kosten om die data te ontsluiten en dat we er echt om kunnen zetten in een taak. Ja, en daar blijft het op dit moment een beetje in steken, die toepassing. Maar visueel is het heel goed mogelijk om met een drone de verschillen in ongewenste onkruiden in het perceel weer te geven. Ja. Je hebt dit jaar ook gekeken van hoe kun je herbicides beter inzetten. Daarvoor heb je ook nog een tweedehands spuit aangeschaft. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, als je hiermee bezig bent, dan ga je steeds meer beredeneren van waarom doe je dingen. En een feit waar we wel tegenaan lopen is dat de herbicides na elke bespuiting gewoon groeiremmen geven in een gewas. Ondanks het gebruik van herbicides was met name in de lelies het hoeveelheid handwerk best nog wel aanzienlijk aanwezig. En hebben toch eens gekeken van, joh, komen de middelen op de plek waar we het moeten hebben. Ja, en dan kwamen we elke keer tot de conclusie dat dat daar verbetering voor mogelijk was. En dus we hebben eigenlijk even feitelijk in beeld gebracht van vanaf een bepaald moment van waarom hebben we herbicides nodig. En dat is met name met de lelies, als je veel door de gewassen gelopen bent met handmatige koppen en met de machines, is je contactlaag is kapot. Hè? Dus je krijgt een nieuwe onkruidgroei. En feitelijk is het gewas dan zo groot dat je de herbicides niet op de plek krijgt. Dus we hebben een gebruikte zelfrijdende spuit aangeschaft en die hebben we helemaal aangebouwd om daar een zelfrijdende rijspuit van te maken. En dan kunnen we elke een paar bespuitingen heel gericht de middelen leggen op de plek waar de middelen hun werk moeten doen.
plagen we de gewassen niet meer met de wekelijkse lichte contact hebben, zien we de spuiting. Ja, en zien we daar wel een aanzienlijke reductie van onkruidmiddelen. Wat is jouw inschatting dat je bespaard hebt daar? Ja, we moeten het nog een beetje uitrekenen, maar ik denk dat we een besparing hebben gekregen van die hoeveelheid middelen van 60-70%. Nou, als laatste wat we niet in de planning hadden, maar wel gedaan hebben, is variabel bodemherbicide toepassen. Wat heb je daarmee bereikt? Ja, we waren al een paar jaar wat bezig om een verdeelkaart te maken met bodemherbicide. Dat deden we dan handmatig in Farmworks. Op basis van de organische stofgehaltes die gemeten worden met de Veris bodemscan. Alleen het blijft altijd wel heel lastig om daar interpretaties weer te geven. Johan heeft ons op weg geholpen met een goede rekenregel te maken met een formule. Waarvan nu elke keer heel simpel is om per perceel voor elke bespuiting een taak uit te maken. Hè, waar je voorheen echt moest nadenken en je was al een kwartiertje, 20 minuten bezig. Ja, is het nu feitelijk enkele minuten heb je weer een taak uit klaar. Omdat die toepassing zo laagdrempelig is, maak je hem ook heel snel. En ga je het gewoon standaard voor elke bespuiting ook toevoegen. De besparingen bij bespuiting zijn niet groot. Maar als je alle bespuitingen bij elkaar optelt, heb je toch een aanzienlijke besparing. En de data hebben we in huis. Hè. De data van de bodemscan die is aanwezig. Elke spuitapparatuur vandaag de dag die kan wel een taakkaart inlezen. Hè. Dus voor iedereen is het heel makkelijk om hiermee te starten. Ja, en kun je dan door het eenvoudig te doen toch een heel snel stappen maken. Ja, dus eigenlijk de conclusie is van het hoeft eigenlijk geen drempel te wezen om ermee te beginnen. Nee. Eigenlijk als je mee bezig bent en achteraf beschouw je wel eens van heel veel ingrediënten om ermee aan de gang te gaan zijn binnen bedrijven aanwezig. Hè. Zoals je een computer hebt op je kundigbestoor, je spuitmachine en je beschikt over enige data. En het liefst ook met een eigen managementprogramma waar je die data in kunt opslaan. Ja, dan kun je eigenlijk heel snel starten met besparingen. Ook al zijn de besparingen per behandeling niet groot, door de veelheid van behandelingen kom je toch heel snel naar een aanzienlijke besparing.